Jeroen, waar kijk je het meest naar uit vandaag? Ja, de baard. Ja? Ja. Is hij er, denk je? Gisteravond nog wel. Hij was gisteravond bij de 80ste verjaardag van zijn tante, prinses Irene in Carré. En dus misschien staat hij nu voor de spiegel. Heeft hij op een scherm, een computer of zo, de ochtendshow to go aan. En staat hij zich enorm te scheren. Of wordt dat voor hem gedaan? Maar ik denk het niet. Ik denk dat hij hem nog wel op heeft. En hoe denk je dat hij voor de spiegel staat? Is dat ontspannen of wordt het toch wel een spannende dag voor hem? Dit is wel een spannende dag. Dit is zijn grootste toespraak van het jaar. In elk geval live, hè, de kersttoespraak, ja. Wordt altijd opgenomen. En het zijn niet zijn eigen woorden. Wat hij vertelt is het beleid en de plannen van de regering. Ja. Hij heeft dat ook maar in zijn mik gekregen. Vorig jaar vond hij het volgens mij best wel spannend. Vorig jaar hakkelde hij heel erg. Ik geloof dat hij echt 11, 12 wat merkwaardige versprekingen had. Hij leek wel nerveus. Nerveuzer dan in zijn eerste troonredes. Terwijl je denkt, van, nou ja, hij doet dat na 5 jaar. Ja. Dat moet wel lukken. Maar vorig jaar ging het toch wel een beetje verkeerd. Dus ik denk dat hij zich dit jaar wil reverseren. Nou, dat kan. In Den Haag strakjes. En in Den Haag is collega Manuel Venderbos. Manuel, kan je ons vertellen wat je daar vandaag precies gaat doen? Nou, het is toch wel een nostalgisch gevoel hoor voor mij. Ik ben opgegroeid in deze regio en wij hadden altijd als kinderen vrij op de derde dinsdag van september om naar de koning te gaan kijken. Of de koningin was het toen nog, maar in mijn geval was het koningin Beatrix. En nu sta ik gewoon op het lange voorhout in de bocht waar zometeen de koning komt. Eigenlijk van die kant komt hij aan, in de glazen koets, niet de gouden. En dan maakt hij hier een bocht en dan hoeft hij nog maar één bocht te maken en dan is hij bij de Hofvijver. En naast mij staat Maaike van AD Den Haag, verslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor jou is dit gesneden koek, of niet? Ja, dit is gesneden koek. Maar kijk om je heen, hoe mooi is dit? Den Haag op zijn allermooist. En jij ging kijken, misschien in de tijd van koningin Beatrix. Mm-hmm. Ik al in de tijd van koningin Juliana. Okay. En dan stond ik hier als kind ook langs de route. Ja. En eigenlijk het enige wat ik me daarvan kan herinneren is niet die gouden koets. Maar er staan dan straks ook allemaal militairen opgesteld. En die staan dan keurig met de handen op de rug. Ja, een arm zo naast elkaar, zo'n precies, beetje zo. Precies, ja. En dan mocht je daar een snoepje in leggen. Nou, oh, echt? Dat was dan... En dat is jouw herinnering. Dat is mijn herinnering eraan, ja. Tegenwoordig is dat anders. Kijk, de mensen moeten zometeen hier achter de hekken staan. Maar hier, hebben we net even gevraagd, is een lijntje gespannen. We dachten, is dit schrikdraad of wat is het precies? Maar dit lijntje is voor de militairen, zodat ze strak in lijn kunnen staan naast elkaar. Precies. En ze staan dus een heel eind van het publiek af. Want jij kon dus gewoon een snoepje achter in de hand drukken. Ja. Nou, en dit is een van de dingen waarvan je ziet wat is er anders dan vroeger en nu. En dat heeft natuurlijk vooral met de veiligheid te maken. Ja. Sinds 9-11 is echt de veiligheid zo ontzettend opgeschroefd. Ook toen jullie hier naartoe kwamen, toen zag je al dat er ook roadblocks zijn hier in de omgeving. Die gaan straks dicht. Het gaat potdicht. Maar ook de afstand tot het publiek is wel iets groter geworden, inderdaad. Is de route al die jaren hetzelfde? Eigenlijk wel. Ja. Sinds 1814 gebeurt dit al. Er zijn soms heel basale redenen waarom het even een paar jaar anders moet. Dat was toen daar op die hoek een parkeergarage werd gebouwd. Okay. Die ligt er nu 1 of 2 jaar en kan het weer. Ja. Maar, het is waarschijnlijk wel de ene laatste keer dat deze route wordt gereden. Okay. En dat heeft ermee te maken dat in 2021 het Binnenhof voor 5 jaar op slot gaat. Dat gaat gerenoveerd worden. Dat betekent ook dat de ridderzaal dan niet bereikbaar is. En dat de koning de troonrede naar alle verwachting zou gaan uitspreken in de Grote Kerk met de Haagse Toren. Dus dan niet in de ridderzaal? Niet in de ridderzaal. Is dat ooit wel eens gebeurd? Voor zover ik weet niet, is dat echt, wordt dat een enorme trendbreuk. Ja, nou, wij staan hier nog in alle vroegte. Er wordt hier nog opgebouwd, er gebeurt hier nog helemaal niks. Maar waar er misschien al wel wat gebeurt, is helemaal aan het begin van de route. Bij Paleis Noordeinde. En daar staat onze verslaggever Jelle Akerboom. Ja, zeker Manuel. Ik sta voor het paleis. En vanmorgen was het al drukte van je welste. Ze hebben de boel lekker schoongemaakt, aan kant gemaakt. En natuurlijk veel Oranje-fans die hier staan. En misschien wel de bekendste Nederlander met Prinsjesdag is Oscar Meijer. Oscar, je bent er weer deze morgen. Hoe laat was je er? Om 5:30. Half zes. En hoeveelste keer is dit?
Sinds 1984, laat me even voor het gemak zeggen. Dus ja. En je hebt al, ja, zo'n beetje. Ja. Je hebt al flink wat pers te woord gestaan. Ja, dat begon vroeg, ja. Ja. Maar wat is nou de vraag die je het meest krijgt? Hoe lang sta je hier al? Wat vind je, wat denk je, wat wordt het mooiste moment? Ja, die vraag heb ik al heel vaak gehad. Ja, en een goede vraag is ook wel, waarom doe je het? Ja, want je hebt het al zo vaak gezien, wordt er dan gezegd. Ja, ja, dat klopt, ik heb het al heel vaak gezien, maar toch is het ieder jaar weer anders. Je maakt contact met de leden van de Konkenfamilie. Ja. Ik bedoel, ze zwaaien even, ze kijken naar je. De knipoogt wel eens iemand. Dus ja. Het is, en wat is nou een mooi moment geweest door de jaren heen, wat je is bijgebleven? Van alle prinsesdagen ik denk, en dat heb ik toevallig net aan iemand anders ook verteld, maar dat was in 1988. Toen was Beatrix net hersteld van een hersenvliesontsteking. En de Prinsesdag was de eerste gelegenheid waarbij ze weer in het openbaar kwam. En dat was echt een moment. Dat was echt een moment. Ik bedoel, we hebben hier om het beeld van Willem de Zwijger hebben staan dansen. Ja, prachtig. Dat was echt fantastisch. En nu is er net wel iets bijzonders gebeurd. De vlag werd gehesen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de koning aanwezig is. Dus die is nu achter ons in het paleis? Ja. Hoe voelt dat? Hij is dichtbij. Hij is dichtbij, ja, precies. Misschien kijkt hij door het even stiekem door het gordijn of zo. Dat weet je niet, maar... Ja, ik ga die clichévraag toch stellen. Waar hoop je vandaag nou op dan? Op een goed contact met leden van de Konkenfamilie. Op een wuif, een blik, een knipoog misschien. Dat soort dingen. En de baard, zit hij erop? Dat vermoed ik wel, ja. Ik denk, anders had hij hem er nu al afgehaald. Dat is heel mooi. Dankjewel, Oscar. Veel plezier vandaag. Hila, het is je lekker druk. Dankjewel, Jelle. Om 1:00 vertrekt de koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde richting de Ridderzaal. Jeroen, kan je ons vertellen wat er allemaal nog moet gebeuren voordat die rit straks begint? Nou, ik ben er wel verbaasd over dat de koning al zo vroeg aanwezig is. Dat begint te werken. Ja, ik... Meestal begint hij wat later. En, dus misschien dat hij nog een paar keer de troonrede oefent. Voor een spiegel of voor een publiek. Dat doen mijn kinderen ook als ze een spreekbeurt hebben. Hè. Dan moet ik ook op een stoeltje. Je moet toch oefenen. Ja. Ja, en die paarden die worden natuurlijk klaargemaakt. Mag je dat zo zeggen. Die worden gezadeld. Die worden nog goed verzorgd. Dat ze er heel mooi uitzien. Ik kan me voorstellen dat er nog een lapje over de koetsen heen gaat. En alle kleren worden natuurlijk aangetrokken. Dat geldt voor de koning, maar dat geldt ook voor de koningin. De visagie natuurlijk. Visagie, ja, nou, daar weet jij meer van dan ik. Ja, maar dat is natuurlijk een... Het ook even een paar uur... Ja, precies. Ja, maar dat is natuurlijk een hele hoop gedoe. Ja. Wij letten natuurlijk op Prinsjesdag ook heel erg op hoe de koningin en in mindere mate Laurentine zou eruit zien. En daar worden blogs vol over geschreven. Zeker. Welke ontwerper, welke hoed, nou ja, noem maar op. Dan even naar de koets. Is die rit die de koets maakt elk jaar hetzelfde? Ja, nou, het is wat Maaike net vertelde. Wat soms, bijvoorbeeld door de aanleg van zijn parkeergarage, wordt de route anders. Maar eigenlijk is die al vanaf 1904, het moment dat in de Ridderzaal de eerste troonrede werd uitgesproken, is die hetzelfde. Het is niet de kortste route. Ja. Maar ze kunnen niet via de andere kant het Binnenhof op, want het boogje daar is te krap voor de koets. En dan komt hij vast te zitten en dan krijg je allemaal narigheid. Dus oh God. Daarom rijden ze een beetje om en... Het is natuurlijk voor Den Haag heel mooi, want dat lange verhoud, dat is denk ik wel het mooiste stukje van de stad. En die koets die wordt straks begeleid door de cavalerie Ere Escorte. En dat had je, en die hadden gisteren al een belangrijke oefening op het strand van Scheveningen. Ze hebben de afgelopen dagen al met muziek geoefend. Dus dat is al met deksels en dat wordt op die manier gedaan. Voor sommige paarden is het compleet nieuw. Voor sommigen is het toch weer even weer wennen. En voor sommigen is het de eerste keer dat dit gebeurt. Dus daarom, maar er is vooraf goed gekeken wie zit daarop. Dus dat je ervaren ruiters hebt. Sowieso is iedereen ervaren, maar dat je ook in ieder geval goed afstemt wie er op welk paard zit. Is die oefening nou zo belangrijk? Nou, ik vind die oefening al een traditie op zichzelf. Maar het ziet er best wel chaotisch uit ook. Ja, maar ja, goed, weet je, ja. Ze oefenen natuurlijk met rookbommen, met... alleen het enige wat ik me kan herinneren is dat er ooit één vaccinelichthouder richting de koets is gegooid. Dat is iets anders dan een rookbom. Maar je moet op alles voorbereid zijn. Dat is het, dat is het. Maar er zijn al heel lang geen incidenten geweest. Ik geloof ergens in de jaren 60 sloegen er een paar paarden op hol. In de koets waren toen wat kleinere prinsessen in zaten, of de jeugdige prinsessen. Mm-hmm. En Beatrix, Irene, die werden toen in de koets bij hun ouders gezet.
Ah, oké. Okay. En als we het over koetsen hebben, het is de vierde keer dat de glazen koets weer meerijdt. Wanneer wordt die gouden koets weer in gebruik genomen? Nou, ik zag een filmpje, ik meen bij de NOS, over hoe die koets ontleed wordt. Er stond een dappere mevrouw nou overal en die doet dat millimeter voor millimeter. Ja. Die heeft geloof ik één collega. Ze nemen de tijd, hè. Dat is mij ook eerder vanuit het Hof gezegd. Wij hebben alle tijd en daarmee... Daar trok ik ook een beetje de conclusie uit. Dat slavenpaneel, daar was heel veel gedoe over. Ja. Er zit één kunstschildering op met een slavenafbeelding. Wachten ze er namelijk expres mee, denk je? Daar wachten ze echt nog wel mee in de hoop dat die maatschappelijke discussie overgaat. Dat gaat hier niet, want nee. Het moment dat die gouden koets over een paar jaar weer gaat rijden, dan gaat die discussie alleen maar meer losbranden. Maar hij gaat wel rijden, denk je? Ja, je kan er moeilijk een paar miljoen tegenaan gooien. Of een aantal miljoen. Om hem vervolgens nog meer te laten rijden. Dus nou, hij zal wel weer gaan rijden. Maar wanneer? Ja, een goed moment zou kunnen zijn op het moment dat Amalia voor het eerst meedoet aan Prinsjesdag. Ja. Dat zou zijn op haar? Op haar 18e. Ja. Ze wordt dit jaar 16. Dus dan hebben we het over 3 jaar. En dan zal heel veel aandacht naar haar uitgaan. Overigens zal zij dan niet in de gouden koets zitten. Mm-hmm. Want daar is geen ruimte. Dan wordt het wel heel krap voor Willem-Alexander en Maxima. Maar in een andere koets. Maar dan zullen heel veel media daar vooral aandacht maar voor Maar dan hebben. Is het eigenlijk om een beetje de aandacht zachte af te leiden. Zachte landing voor de gouden koets. Ja, maar ik vraag me af of dat lukt. Ik vraag me dat heel erg af. Nou, dan moeten we dus nog eventjes afwachten. Voor nu gaan we even naar Den Haag. Daar is verslaggever Noël van Hooft. Noël, jij hebt politiek verslaggever Peter Winterman naast je staan. Wat zal vanmiddag de belangrijkste boodschap van de troonrede zijn? Ja, daar kan ik misschien even beter aan Peter vragen. Inderdaad, Peter, om even te beginnen. Wat is de belangrijkste boodschap vanmiddag? Nou, het wordt wel echt een goed nieuwsshow vandaag van het kabinet. Ze gaan vertellen dat de koopkracht van Nederlanders er volgend jaar flink op vooruit gaat. Dus een goed nieuwsshow. Maar Peter, die goed nieuwsshow horen we ieder jaar. En we merken er zo weinig van, misschien helemaal niks. Nou ja, kijk, wat wel blijkt, die koopkrachtplaatjes die elk jaar worden voorspeld, die vallen dan toch weer tegen. De energierekening ook, die harder stijgt dan beloofd. Dus Nederlanders zijn kritisch. Maar daarom wil het kabinet nu heel graag het waarmaken. De tijd tikt ook wel voor dit kabinet, in de zin dat ze nog maar 18 maanden echt kunnen regeren. En in die tijd willen ze laten zien dat ze het leven van Nederlanders beter kunnen maken. Wat gaan we er dit jaar van merken, denk je? Dit jaar belooft het kabinet volgend jaar eigenlijk dat werkenden er vooral op vooruit gaan. Maar ook ouderen zeggen ze, en dat is wel de vraag of dat gaat gebeuren, want vandaag gaan ze het bijvoorbeeld niet hebben over die dreigende pensioenkortingen die eraan zitten te komen voor heel veel ouderen, miljoenen in Nederland. En als dat doorgaat, die pensioenkortingen, ja, dan vallen die koopkrachtplaatjes toch een stuk lager uit. We hebben het in de studio ook al over heel veel ceremonieel. Hoe belangrijk is deze dag voor het kabinet? Nou ja, het is natuurlijk de aftrap van het nieuwe politieke jaar. Beloftes die worden gedaan. Het is echt een belangrijk jaar. Omdat het kabinet nog maar 18 maanden heeft. Waarin ze willen laten zien dat ze het leven van Nederlanders beter kunnen maken. En dat deze partijen, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie ook echt hun stem waard waren. Peter, ik spreek je over een uur weer. Hila, ondertussen wordt hier, zie ik, de route die de koets gaat afleggen gestrooid met zand, zodat die koets veel grip heeft. We zijn over een uur bij je terug. En naast de troonrede is hier nog iets heel onlosmakelijk met Prinsjesdag verbonden, namelijk de ontelbare hoedjes. Ja. Kan je vertellen waar die traditie nou vandaan komt? Ja, je denkt waarschijnlijk die is honderden jaren oud en dat is dus niet waar. Oh. Nee. Zoals ik het heb begrepen, ik wist dat overigens ook niet, maar in 1977 was Erika Terpstra, we kennen haar allemaal van die kanjers, die was Kamerlid voor de VVD. Die keek om zich heen in de ridderzaal, die had een hoed op. Die zag koningin Juliana op de troon. Die had ook een hoed op. En die zag een buitenlandse ambassadeur, vrouw. Die had ook een hoed op. En verder, geen enkele vrouw met een hoed. Toen dacht zij, ja, dit is toch het moment waarop wij vrouwen die hier uitverkoren zijn, dat we hier in de ridderzaal mogen zitten, dat we een hoed moeten dragen of kunnen dragen. Maar is het om meer op te vallen dan? Of is het meer uit eigen belang omdat niemand anders een hoedje op had? Of? Ja, zij vond dus eigenlijk dat als vrouwelijke parlementariër dat je eigenlijk een hoed wel moet dragen. En dat is ze vanaf dat moment gaan doen. En ik geloof ook dat ze behoorlijk is gaan lobbyen, zoals zij dat als geen ander kan. Bij is haar collega Kamerleden. Ja, want in mijn herinnering, ik ben niet van 77, ik ben iets later geboren, maar is dat inderdaad onlosmakelijk verbonden. En wij hebben als media daar de laatste jaren ook enorm veel aandacht voor. Ja, want je bent altijd benieuwd welke hoedjes er tevoorschijn komen. En dat versterkt dus dat mensen als Marianne Thieme en zo met de meest wonderlijke creaties op Prinsjesdag. Ja, want wat droegen we hiervoor? Wat droegen de
Ja, vrouwen? Geen hoofddeksel, geen hoed. Wel een mooie jurk, een mooie japon. Ja. Maar daar zat dus geen hoed bij. Ik vind het heel merkwaardig, maar zo ging dat in die tijd. En naar zijn wiens hoedje ben je nou nu het meest benieuwd, als we het toch over hoedjes hebben? Altijd naar Marianne Thieme, want die, weet je, of ze choqueert, ze is een keer... Meat Free Mondays. Een koksmuts, we hebben haar een keer met een jagershoedje gezien. Had ze ook niet een keer iets van een rookworst of zo in de hoek? Nou, ik ben benieuwd waar ze dit jaar mee komt. Iemand anders die elk jaar weer een actueel thema probeert te belichten met haar Prinsjesdag-outfit... is het Veenendaalse ChristenUnie-Kamerlid Carla Dick-Faber. Vorig jaar droeg ze nog een jurk van gerecyclede spijkerbroeken. Dit jaar is de kimono van zeewier. Oh, wauw. Wat gaaf, joh. Oh, dat is echt een mooie kleur geworden ook. Echt super tof. Het is geïnspireerd op een kimono-jasje. Omdat dat een heel traditioneel kledingstuk is waar heel veel waarde aan werd gehecht. En van generatie op generatie werd doorgegeven. En dus eigenlijk een ultiem statement is tegen de fast fashion die we nu hebben eigenlijk. Dit is hem. Zeewier is natuurlijk een heel nieuw materiaal. Maar wel heel veelbelovend als het gaat om textielproductie. Vind je ervan? Daar moet je even over nadenken. Ja, mag ik het volgende uur daar een antwoord op geven? Zeker. Ik vind het dan wel weer tof. Ik wist niet dat zeewier een materiaal was om kleding mee te maken. Nee, dat wist ik ook niet. Dat is toch wel fijn dat je daar de aandacht op kan vestigen. Ja, zeker. Tegelijkertijd denk ik, je hoort toch ook een hele mooie traditionele jurk te dragen eigenlijk. Ja, ze doet het op haar eigen manier. Ja. Denk er nog even over na. Dat is heel diplomatiek. Ja. Dan gaan we op dit moment terug naar Den Haag, naar Manuel en Maaike. Manuel, kijken jullie ook het meest uit naar alle poespas op Prinsjesdag? Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is misschien iets persoonlijks. Ik heb vanmorgen overnacht bij mijn moeder hier in Den Haag. En toen lag er een briefje van mijn moeder klaar. Succes vandaag. Bedankt, mam. Maar zou de moeder van de koning ook nog hem succes wensen, meekijken, dat soort dingen? Ongetwijfeld, want we kennen prinses Beatrix ook echt als iemand die altijd heel nauwgezet was. En dat zal ze haar zoon ook zeker toewensen. Maar dat doet ze ook in persoon. Want alle jaren is ze nog in Den Haag geweest. Het is altijd even de vraag, zit ze langs de Hofvijver in het kabinet van de koning? Dat is ook haar oude kabinet, zeg maar. En of zit ze net om het hoekje? Staat ze op het balkon van Museum Mauritshuis. Maar ze zal er ook dit jaar ongetwijfeld weer bij zijn om een beetje support te geven. En er vast ook wel weer wat van vinden. Oh, ongetwijfeld. Ja. Ja. Hier is het al helemaal platgelegd. Maar de halve binnenstad is platgelegd. Wat gaat daar allemaal aan vooraf? Ja, we werden net al bijna omvergeblazen door een vuilniswagen. Dus overal wordt nu nog alles propjes en vuilniszakken weggehaald. Er rijdt inderdaad, wat je zegt, hier nu een wals over dit schelpenpad van het voorhout. Maar er is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan. Den Haag wordt opgepoetst. Ik zal niet zeggen dat het nog overal een likje verf krijgt. Dat is overdreven. En het geldt natuurlijk ook alleen voor het centrum van Den Haag. Alle andere wijken, daar worden nu geen oranje hoedjes gedragen of zo. Daar gaat het leven gewoon door. Maar een heel belangrijk ding wat ze straks nog gaan doen is touwen leggen in de tramrails, zodat ook de paardenhoeven daar niet geblesseerd raken wanneer ze over die railsen moeten oversteken. En dat ook de koetsen goed kunnen blijven rijden. Maar joh, denk aan omleidingen, aan roadblocks die neergelegd worden, de politie inzet. Er gaat ontzettend veel werk aan vooraf. Ja, en dat werk is bijna gedaan. Ik denk dat, eigenlijk zouden ze hier best makkelijk met die glazen koets voorbij kunnen banjeren. Maar dat duurt nog een paar uur. Dankjewel, Manuel. Straks in de tweede uitzending van de Ochtendshow To Go komen we nog eventjes bij Manuel terug. Jeroen, tot slot. Wat vind je van Prinsjesdag? Vind je het een mooie traditie of is het een beetje een overbodige podcast? Nee. Weet je, in dit Calvinistische land, we hebben zo weinig tradities. En laat het één dag alle pracht en praal uitrukken om dit te vieren. En het hoort er gewoon bij. Het hoort voor mij ook bij het eind van de zomer, bij dat alles weer gewoon is. Ik vind dat prachtig. Dus dat moeten we blijven doorgeven. Zeker, ja. Dan gaan we nog eventjes naar onze collega Roel Maaldrink. Hij houdt zich in zijn rubriek Foxpop bezig met Prinsjesdag. En hij heeft de troonrede op de een of andere manier al in handen gekregen. Het is Prinsjesdag. Oh ja, ja. En dan krijgen we natuurlijk altijd de
verkiezingen en de troonrede. Wilt u een stukje voorlezen eruit? Dat meen je niet. Dat meen ik wel. Ja hoor. Leden van de Staten-Generaal. Wij leven in een welvarend land en beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een aantrekkelijk staatshoofd. Een belangrijke traditie is dat iedereen hier zichzelf mag zijn. Of je nou uit een ontwikkeld land komt als Nederland of uit een iets wat achterlijk land als Polen. Iedereen is hier welkom. Ja, ja. Iedereen is hier welkom. Ja, dan klopt dat niet als je zegt dat Polen een achterlijk land is. Ik weet niet of het een achterlijk land is, dus ik denk het niet eigenlijk. Is iets wat achterlijk land, hè, wel? Ja, iets wat, nee, dat vind ik dus niet. Dus u vindt de term iets wat achterlijk land als Polen niet zo sterk? Vind ik gewoon slecht. En Voxpop kan je terugvinden in onze app. Dan gaan we nog tot slot naar het weer op deze Prinsjesdag. Het is half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog. Hou je hoedje goed vast, want het gaat wel waaien. En dat doet het vandaag met windkracht 4 tot 5. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow To Go. Tot zo. Een hele goede morgen en welkom bij de ochtendshow To Go. Vandaag staat geheel in het teken van Prinsjesdag. De dag waarop Politiek Den Haag en het Koningshuis in de spotlight staan. Bij mij in de studio Koningshuisverslaggever Jeroen Schmalen. Jeroen, waar kijk je het meest naar uit vandaag? Ja, de baard. Ja? Ja. Is hij er, denk je? Gisteravond nog wel. Hij was gisteravond bij de 80ste verjaardag van zijn tante, prinses Irene in Carré. En ja, dus misschien staat hij nu voor de spiegel. Heeft hij op een scherm, een computer of zo, de ochtendshow To Go aan. En staat hij zich enorm te scheren, of wordt dat voor hem gedaan? Maar ik denk het niet. Ik denk dat hij hem nog wel op heeft. En hoe denk je dat hij voor de spiegel staat? Is dat ontspannen of wordt het toch wel een spannende dag voor hem? Dit is wel een spannende dag. Dit is zijn grootste toespraak van het jaar. In elk geval live, hè, de kersttoespraak, ja. Wordt altijd opgenomen. En het zijn niet zijn eigen woorden. Wat hij vertelt is het beleid en de plannen van de regering. Ja. Hij heeft dat ook maar in zijn mik gekregen. Vorig jaar vond hij het volgens mij best wel spannend. Vorig jaar hakkelde hij heel erg. Ik geloof dat hij echt 11, 12 wat merkwaardige versprekingen had. Hij leek wel nerveus. Nerveuzer dan in zijn eerste troonredes. Terwijl je denkt, van, nou ja, hij doet dat nou 5 jaar. Ja. Dat moet wel lukken. Maar vorig jaar ging het toch wel een beetje verkeerd. Dus ik denk dat hij zich dit jaar wil reverseren. Nou, dat kan. In Den Haag strakjes. En in Den Haag is collega Manuel Venderbos. Manuel, kan je ons vertellen wat je daar vandaag precies gaat doen? Nou, het is toch wel een nostalgisch gevoel hoor voor mij. Ik ben opgegroeid in deze regio en wij hadden altijd als kinderen vrij op de derde dinsdag van september om naar de koning te gaan kijken. Of koningin was het toen nog, in mijn geval was het koningin Beatrix. En nu sta ik gewoon op het lange voorhout in de bocht waar zometeen de koning komt. Eigenlijk van die kant komt hij aan, in de glazen koets, niet de gouden. En dan maakt hij hier een bocht en dan hoeft hij nog maar één bocht te maken en dan is hij bij de Hofvijver. En naast mij staat Maaike van AD Den Haag, verslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor jou is dit gesneden koek, of ja, niet? Ja, dit is gesneden koek. Maar kijk om je heen, hoe mooi is dit? Den Haag op zijn allermooist. En jij ging kijken, misschien in de tijd van koningin Beatrix. Mm-hmm. Ik al in de tijd van koningin Juliana. Okay. En dan stond ik hier als kind ook langs de route. Ja. En eigenlijk het enige wat ik me daarvan kan herinneren is niet die gouden koets. Maar er staan dan straks ook allemaal militairen opgesteld. En die staan dan keurig met de handen op de rug. Ja, een arm zo naast elkaar, zo precies, een beetje zo. Precies, ja. En dan mocht je daar een snoepje in leggen. Nou, oh, echt? Dat was dan... En dat is jouw herinnering? Dat is mijn herinnering eraan, ja. Tegenwoordig is dat anders. Kijk, de mensen moeten zometeen hier achter de hekken staan. Maar hier, hebben we net even gevraagd, is een lijntje gespannen. We dachten, is het schrikdraad of wat is het precies? Maar dit lijntje is voor de militairen, zodat ze strak in lijn kunnen staan naast elkaar. Precies. En ze staan dus een heel eind van het publiek af. Want jij kon dus gewoon een snoepje achter in de hand drukken. Ja. Nou, en dit is een van de dingen waarvan je ziet wat is er anders dan vroeger en nu. En dat heeft natuurlijk vooral met de veiligheid te maken. Ja. Sinds 9/11 is echt de veiligheid zo ontzettend opgeschroefd. Ook toen jullie hier naartoe kwamen, toen zag je al dat er ook roadblocks zijn hier in de omgeving. Die gaan straks dicht. Het gaat potdicht. Maar ook de afstand tot het publiek is
wel iets groter geworden, inderdaad. Is de route al die jaren hetzelfde? Eigenlijk wel. Ja. Sinds 1814 gebeurt dit al. Er zijn soms heel basale redenen waarom het even een paar jaar anders moet. Dat was toen daar op die hoek een parkeergarage werd gebouwd. Okay. Die ligt er nu 1 of 2 jaar en kan het weer. Ja. Maar het is waarschijnlijk wel de één na laatste keer dat deze route wordt gereden. Okay. En dat heeft ermee te maken dat in 2021 het Binnenhof voor 5 jaar op slot gaat. Dat gaat gerenoveerd worden. Dat betekent ook dat de ridderzaal dan niet bereikbaar is. En dat de koning de troonrede naar alle verwachting zou gaan uitspreken in de grote kerk met de Haagse toren. Dus dan niet in de ridderzaal? Niet in de ridderzaal. Is dat ooit wel eens gebeurd? Voor zover ik weet niet, wordt dat een enorme trendbreuk. Ja, nou, wij staan hier nog in alle vroegte. Er wordt hier nog opgebouwd, er gebeurt hier nog helemaal niks. Maar waar er misschien al wel wat gebeurt, is helemaal aan het begin van de route, bij Paleis Noordeinde. En daar staat onze verslaggever Jelle Akerboom. Ja, zeker Manuel. Ik sta voor het paleis en vanmorgen was het al drukte van je welsten. Ze hebben de boel lekker schoongemaakt, aan kant gemaakt. En natuurlijk veel Oranje-fans die hier staan. En misschien wel de bekendste Nederlander met Prinsjesdag is Oscar Meijer. Oscar, je bent er weer deze morgen. Hoe laat was je er? Om 5:30. 5:30. En hoeveelste keer is dit? Sinds 1984, laten we even voor het gemak zeggen. Dus ja. En je hebt al, ja, zo'n beetje. Ja. Je hebt al flink wat pers te woord gestaan. Ja, dat begon vroeg, ja. Ja. Maar wat is nou de vraag die je het meest krijgt? Hoe lang sta je hier al? Wat wordt het mooiste moment? Die vraag heb ik al heel vaak gehad. Ja, en een goede vraag is ook wel, waarom doe je het? Ja, want je hebt het al zo vaak gezien, wordt er dan gezegd. Ja. Ja, dat klopt, ik heb het al heel vaak gezien, maar toch is het ieder jaar weer anders. Je maakt contact met de leden van de koninklijke familie. Ja. Ik bedoel, ze zwaaien even, ze kijken naar je. De knipoog het wel eens iemand. Dus ja. Het is, en wat is nou een mooi moment geweest door de jaren heen, wat je is bijgebleven? Van alle prinsesdagen ik denk, en dat heb ik toevallig net aan iemand anders ook verteld, maar dat was in 1988. Toen was Beatrix net hersteld van een hersenvliesontsteking. En de Prinsesdag was de eerste gelegenheid waarbij ze weer in het openbaar kwam. En dat was echt een moment. Dat was echt een moment. Ik bedoel, we hebben hier om het beeld van Willem de Zwijger hebben staan dansen. Ja, prachtig. Dat was echt fantastisch. Nu is er net wel iets bijzonders gebeurd. De vlag werd gehesen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de koning aanwezig is. Dus die is nu achter ons in het paleis? Ja. Hoe voelt dat? Hij is dichtbij, ja, precies. Misschien kijkt hij door het door het gordijn of zo. Dat weet je niet, maar... Ja, ik ga die clichévraag toch stellen. Waar hoop je vandaag nou op dan? Op een goed contact met leden van de koninklijke familie. Op een wuif, een blik, een knipoog misschien. Dat soort dingen. En de baard, zit hij erop? Dat vermoed ik wel, ja. Ik denk, anders had hij hem er nu al afgehaald. Dat is heel mooi. Dankjewel, Oscar. Veel plezier vandaag. Hila, het is je lekker druk. Dankjewel, Jelle. Om 1:00 vertrekt de koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde richting de Ridderzaal. Jeroen, kan je ons vertellen wat er allemaal nog moet gebeuren voordat die rit straks begint? Nou, ik ben er wel verbaasd over dat de koning al zo vroeg aanwezig is. Dat begint te werken. Ja, ik meestal begint hij wat later. En, dus misschien dat hij nog een paar keer de troonrede oefent. Voor een spiegel of voor een publiek. Dat doen mijn kinderen ook als ze een spreekbeurt hebben. Dan moet ik ook op een stoeltje voor. Je moet toch oefenen. Ja. Ja, en die paarden die worden natuurlijk klaargemaakt. Mag je dat zo zeggen? Die worden gezadeld. Die worden nog goed verzorgd. Dat ze er heel mooi uitzien. Ik kan me voorstellen dat er nog een lapje over de koetsen heen gaat. En alle kleren worden natuurlijk aangetrokken. Dat geldt voor de koning, maar dat geldt ook voor de koningin. De visagie natuurlijk. Visagie, ja, nou, daar weet jij meer van dan ik. Ja, maar dat is natuurlijk een... Het ook even een paar uur... Ja, precies. Ja, maar dat is natuurlijk een hele hoop gedoe. Ja. Wij letten natuurlijk op Prinsjesdag ook heel erg op hoe de koningin en in mindere mate Laurentine zou daar uitzien. Ja. Daar worden blogs vol over geschreven. Zeker.
Welke ontwerper, welke hoed, nou ja, noem maar op. Dan even naar de koets. Is die rit die de koets maakt elk jaar hetzelfde? Ja, nou, het is wat Maaike net vertelde. Wat soms, bijvoorbeeld door de aanleg van zijn parkeergarage, wordt de route anders. Maar eigenlijk is die al vanaf 1904, het moment dat in de ridderzaal de eerste troonrede werd uitgesproken, is die hetzelfde. Het is niet de kortste route. Ja. Maar ze kunnen niet via de andere kant het binnenhof op, want het boogje daar is te krap voor de koets. En dan komt hij vast te zitten en dan krijg je allemaal narigheid. Dus oh God. Daarom rijden ze een beetje om. En het is natuurlijk voor Den Haag heel mooi, want dat lange verhout, dat is denk ik wel het mooiste stukje van de stad. En die koets die wordt straks begeleid door het cavalerie Ere Escort. Hè? En, dat had je, en die hadden gisteren al een belangrijke oefening op het strand van Scheveningen. Ze hebben de afgelopen dagen al met muziek geoefend. Dus dat is al met deksels en dat wordt op die manier gedaan. Voor sommige paarden is het compleet nieuw. Voor sommigen is het toch weer even weer wennen. En voor sommigen is het de eerste keer dat dit gebeurt. Dus daarom, maar er is vooraf goed gekeken wie zit daarop. Dus dat je ervaren ruiters hebt. Sowieso is iedereen ervaren, maar dat je ook in ieder geval goed afstemt wie er op welk paard zit. Is die oefening nou zo belangrijk? Nou, ik vind die oefening al een traditie op zichzelf. Maar het ziet er best wel chaotisch uit ook. Ja, maar ja, goed, weet je, ja. Ze oefenen natuurlijk met rookbommen, met... alleen het enige wat ik me kan herinneren is dat er ooit één vaccinelichthouder richting de koets is gegooid. Dat is iets anders dan een rookbom. Maar je moet op alles voorbereid zijn. Dat is het, dat is het. En, maar er zijn al heel lang geen incidenten geweest. Ik geloof ergens in de jaren 60 sloegen er een paar paarden op hol. In de koets waren er toen wat kleinere prinsessen in zaten, of de jeugdige prinsessen. Mm-hmm. En Beatrix, Irene, die werden toen in de koets bij hun ouders gezet. Ah, oké. Okay. En als we het over koetsen hebben, het is de vierde keer dat de glazen koets weer meerijdt. Wanneer wordt die gouden koets weer in gebruik genomen? Nou, ik zag een filmpje, ik meen bij de NOS, over hoe die koets ontleed wordt. Er stond een dappere mevrouw naar overal en die doet dat millimeter voor millimeter. Ja. Die heeft geloof ik één collega. Ze nemen de tijd, hè. Dat is mij ook eerder vanuit het Hof gezegd. Wij hebben alle tijd en daarmee... Daar trok ik ook een beetje de conclusie uit. Dat slavenpaneel, daar was heel veel gedoe over. Ja. Er zit één kunstschildering op met een slavenafbeelding. Wachten ze er namelijk expres mee, denk daar je? Daar wachten ze echt nog wel mee in de hoop dat die maatschappelijke discussie overgaat. Dat gaat hij niet. Want Op het moment dat die gouden koets over een paar jaar weer gaat rijden, dan gaat die discussie alleen maar meer losbranden. Maar hij gaat wel rijden, denk je? Ja, je kan er moeilijk een paar miljoen tegenaan gooien. Of een aantal miljoen. Om hem vervolgens nog meer te laten rijden. Dus nee, hij zal wel weer gaan rijden. Maar wanneer? Ja, een goed moment zou kunnen zijn op het moment dat Amalia voor het eerst meedoet aan Prinsjesdag. Ja, dat zou zijn op haar? Op haar 18e. Ja. Ze wordt dit jaar 16. Dus dan hebben we het over 3 jaar. En dan zal heel veel aandacht naar haar uitgaan. Overigens zal zij dan niet in de gouden koets zitten. Mm-hmm. Want daar is geen ruimte. Dan wordt het wel heel krap voor Willem-Alexander en Maxima. Maar in een andere koets. Maar dan zullen heel veel media daar vooral aandacht voor hebben. Maar dan is het eigenlijk om een beetje de aandacht zachte af te leiden. Zachte landing voor de gouden koets. Ja, maar ik vraag me af of dat lukt. Vraag me dat heel erg af. Nou, dan moeten we dus nog eventjes afwachten. Voor nu gaan we even naar Den Haag. Daar is verslaggever Noël van Hooft. Noël, jij hebt politiek verslaggever Peter Winterman naast je staan. Wat zal vanmiddag de belangrijkste boodschap van de troonrede zijn? Ja, daar kan ik misschien even beter aan Peter vragen inderdaad. Peter, om even te beginnen, wat is de belangrijkste boodschap vanmiddag? Nou, het wordt wel echt een goed nieuwsshow vandaag van het kabinet. Ze gaan vertellen dat de koopkracht van Nederlanders er volgend jaar flink op vooruit gaat. Dus een goed nieuwsshow. Peter, die goed nieuwsshow horen we ieder jaar. En we merken er zo weinig van. Misschien helemaal niks. Nou ja, kijk, wat wel blijkt. Die koopkrachtplaatjes die elk jaar worden voorspeld, die vallen dan toch weer tegen. De energierekening ook, die harder stijgt dan beloofd. Dus Nederlanders zijn kritisch. Maar daarom wil het kabinet nu heel graag het waarmaken. De tijd tikt ook wel voor dit kabinet. In de zin dat ze nog maar 18 maanden echt kunnen regeren. En in die tijd willen ze laten zien dat ze het leven van Nederlanders beter kunnen maken. Wat gaan we er dit jaar van merken, denk je? Dit jaar belooft het kabinet volgend jaar eigenlijk dat werkenden er vooral op vooruit gaan. Maar ook ouderen zeggen ze, en dat is wel de vraag of dat gaat gebeuren. Want vandaag gaan ze het bijvoorbeeld niet hebben over die dreigende pensioenkortingen die eraan zitten te komen voor heel veel ouderen, miljoenen in Nederland. En als dat doorgaat, die pensioenkortingen, ja, dan vallen die koopkrachtplaatjes toch een stuk lager uit. We hebben het in de studio ook al over heel veel ceremonieel. Hoe belangrijk is deze dag voor het kabinet? Nou ja, het is natuurlijk de aftrap van het nieuwe politieke jaar. Beloftes die worden gedaan. Het is echt, wat ik al zei, een belangrijk jaar. Omdat het kabinet nog maar 18 maanden heeft. Waarin ze willen laten zien dat ze het leven van Nederlanders beter kunnen maken. En dat deze partijen, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie ook echt hun stem waard waren.
Peter, ik spreek je over een uur weer. Hila ondertussen wordt hier, zie ik, de route die de koets gaat afleggen gestrooid met zand, zodat die koets veel grip heeft. We zijn over een uur bij je terug. En naast de troonrede is hier nog iets heel onlosmakelijk met Prinsjesdag verbonden. Namelijk de ontelbare hoedjes. Ja. Kan je vertellen waar die traditie nou vandaan komt? Ja, je denkt waarschijnlijk die is honderden jaren oud. En dat is dus niet waar. Oh. Nee. Zoals ik het heb begrepen, ik wist het overigens ook niet. Maar in 1977 was Erika Terpstra, we kennen haar allemaal van die kanjers. Zeker. Die was Kamerlid voor de VVD. Die keek om zich heen in de ridders. Had hij een hoed op? Die zag koningin Juliana op de troon. Die had ook een hoed op. En die zag ambassadeur, een buitenlandse ambassadeur, vrouw. Die had ook een hoed op. En verder, geen enkele vrouw met een hoed. Toen dacht zij, ja, dit is toch het moment waarop wij vrouwen die hier uitverkoren zijn, dat we hier in de ridderzaal mogen zitten, dat we een hoed moeten dragen of kunnen dragen. Maar is het om meer op te vallen dan? Of is het meer uit eigen belang, omdat niemand anders een hoedje op had? Of? Ja, zij vond dus eigenlijk dat als vrouwelijke parlementariër dat je eigenlijk een hoed wel moet dragen. En dat is ze vanaf dat moment gaan doen. En ik geloof ook dat ze behoorlijk is gaan lobbyen, zoals zij dat als geen ander kan, bij is haar collega Kamerleden. Ja, want in mijn herinnering, ik ben niet van 70, ik ben iets later geboren, maar is dat inderdaad onlosmakelijk verbonden. En wij hebben als media daar de laatste jaren ook enorm veel aandacht voor. Ja, want je bent altijd benieuwd welke hoedjes er tevoorschijn komen. Nou ja, en dat versterkt dus dat mensen als Marianne Thieme en zo met de meest wonderlijke creaties op Prinsjesdag. Ja, want wat droegen we hiervoor? Wat droegen de vrouwen? Geen hoofddeksel, geen hoed. Wel een mooie jurk, een mooie japon. Ja. Maar daar zat dus geen hoed bij. Ik vind het heel merkwaardig, maar zo ging dat in die tijd. En naar zijn wiens hoedje ben je nou nu het meest benieuwd, als we het toch over hoedjes hebben? Altijd naar Marianne Thieme, want die, weet je, of ze choqueert, ze is een keer, Meat Free Mondays. Een koksmuts, we hebben haar een keer met een jagershoedje gezien. Had ze ook niet een keer iets van een rookworst of zo in de hoed? Nou, ik ben benieuwd waar ze dit jaar mee komt. Iemand anders die elk jaar weer een actueel thema probeert te belichten met haar Prinsjesdag outfit is het Veenendaalse ChristenUnie-Kamerlid Carla Dick-Faber. Vorig jaar droeg ze nog een jurk van gerecyclede spijkerbroeken. Dit jaar is de kimono van zeewier. Oh, wauw. Wat gaaf, joh. Oh, dat is echt een mooie kleur geworden ook. Echt super tof. Het is geïnspireerd op een kimono jasje. Omdat dat een heel traditioneel kledingstuk is waar heel veel waarde aan werd gehecht en van generatie op generatie werd doorgegeven. En dus eigenlijk een ultiem statement is tegen de fast fashion die we nu hebben eigenlijk. Dit is hem. Zeewier is natuurlijk een heel nieuw materiaal, maar wel heel veelbelovend als het gaat om textielproductie. Wat vind je ervan? Daar moet je even over nadenken. Ja, mag ik het volgende uur daar een antwoord op geven? Zeker. Ik vind het dan wel weer tof. Ik wist niet dat zeewier een materiaal was om kleding mee te maken. Nee, dat wist ik ook niet. Dat is toch wel fijn dat je daar de aandacht op kan vestigen. Zeker. Tegelijkertijd denk ik, je hoort toch ook een hele mooie traditionele jurk te dragen eigenlijk. Ja, ze doet het op haar eigen manier. Ja. Denk er nog even over na. Dat is heel diplomatiek. Ja. Dan gaan we op dit moment terug naar Den Haag, naar Manuel en Maaike. Manuel, kijken jullie ook het meest uit naar alle poespas op Prinsjesdag? Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is misschien iets persoonlijks. Ik heb vanmorgen overnacht bij mijn moeder hier in Den Haag. En toen lag er een briefje van mijn moeder klaar. Succes vandaag. Bedankt, mam. Maar zou de moeder van de koning ook nog hem succes wensen, meekijken, dat soort dingen? Ongetwijfeld, want we kennen prinses Beatrix ook echt als iemand die altijd heel nauwgezet was. En dat zal ze haar zoon ook zeker toewensen. Maar dat doet ze ook in persoon. Want alle jaren is ze nog in Den Haag geweest. Het is altijd even de vraag, zit ze langs de Hofvijver in het kabinet van de koning? Dat is ook haar oude kabinet, zeg maar. En of zit ze net om het hoekje? Staat ze op het balkon van Museum Mauritshuis. Maar ze zal er ook dit jaar ongetwijfeld weer bij zijn om een beetje support te geven. En er vast ook wel weer wat van vinden. Oh, ongetwijfeld. Ja. Nou is hier is het al helemaal platgelegd. Maar de halve binnenstad is platgelegd. Wat gaat daar allemaal aan vooraf? Ja, nou, we werden net al bijna omvergeblazen door een vuilniswagen. Dus overal wordt nu nog alles propjes en vuilniszakken weggehaald. Er rijdt inderdaad, wat je zegt, hier nu een
wals over dit schelpenpad van het voorhout. Maar ja, er is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan. Den Haag wordt opgepoetst. Ik zal niet zeggen dat het nog overal een likje verf krijgt. Dat is overdreven. En het geldt natuurlijk ook alleen voor het centrum van Den Haag. Alle andere wijken, daar worden nu geen oranje hoedjes gedragen of zo. Daar gaat het leven gewoon door. Maar een heel belangrijk ding wat ze straks nog gaan doen is touwen leggen in de tramrails. Zodat ook de paardenhoeven daar niet geblesseerd raken wanneer ze over die railsen moeten oversteken. En dat ook de koetsen goed kunnen blijven rijden. Maar joh, denk aan omleidingen, aan roadblocks die neergelegd worden, de politie inzet. Er gaat ontzettend veel werk aan vooraf. Ja, nou, en dat werk is bijna gedaan. Ik denk dat, nou, eigenlijk zouden ze hier best makkelijk met die glazen koets voorbij kunnen banjeren. Maar dat duurt nog een paar uur. Dankjewel, Manuel. Straks in de tweede uitzending van de Ochtendshow To Go komen we nog eventjes bij Manuel terug. Jeroen, tot slot. Wat vind je van Prinsjesdag? Vind je het een mooie traditie of is het een beetje een overbodige podcast? Nee, nee. Weet je, in dit Calvinistische land we hebben zo weinig tradities. En laat het één dag alle pracht en praal uitdrukken om dit te vieren. En het hoort er gewoon bij. Het hoort voor mij ook bij het eind van de zomer, bij dat alles weer gewoon is. Ja, ik vind dat prachtig. Dus dat moeten we blijven doorgeven. Zeker, ja. Dan gaan we nog eventjes naar onze collega Roel Maaldrink. Hij houdt zich in zijn rubriek Foxpop bezig met Prinsjesdag. En hij heeft de troonrede op de een of andere manier al in handen gekregen. Het is Prinsjesdag. Oh ja, ja. En dan krijgen we natuurlijk altijd de verkiezingen en de troonrede. Wilt u een stukje voorlezen eruit? Dat meen je niet. Dat meen ik wel. Ja hoor. Leden van de Staten-Generaal. Wij leven in een welvarend land en beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een aantrekkelijk staatshoofd. Een belangrijke traditie is dat iedereen hier zichzelf mag zijn. Of je nou uit een ontwikkeld land komt als Nederland of uit een iets wat achterlijk land als Polen. Iedereen is hier welkom. Ja, ja. Iedereen is hier welkom. Ja, dat klopt dat niet als je zegt dat Polen een achterlijk land is. Ik weet niet of het een achterlijk land is, dus ik denk het niet eigenlijk. Iets wat achterlijk land, hè, wel? Ja, iets wat, nee, dat vind ik dus niet. Dus u vindt de term iets wat achterlijk land als Polen niet zo sterk? Vind ik gewoon slecht. En Voxpop kan je terugvinden in onze app. Dan gaan we nog tot slot naar het weer op deze Prinsjesdag. Het is half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog. Hou je hoedje goed vast, want het gaat wel waaien. En dat doet het vandaag met windkracht 4 tot 5. We zijn er nog tot 9:30 met de Ochtendshow. Een hele goede morgen en welkom bij de Ochtendshow To Go. Vandaag staat de gehele uitzending in het teken van Prinsjesdag. De dag waarop Politiek Den Haag en het Koningshuis in de spotlight staan. Bij mij in de studio Koningshuisverslaggever.